Oké, okay, jullie hebben gelijk, jullie hebben gelijk. Ja, dat is, nee. Ik lap sowieso, nou, ja, 100 euro, geen probleem. Oké, okay, ik niet er meer. Ja, ik ook. Gerard? Ja, ik leg het net al neer al. Oh, 300. Ja, dus al 300 en... 300. Nou, daar kan je al geen nee tegen zeggen, vind ik hoor. Ja, ik vind dat toch... 300. Hè? En hoe zit het hier? En van buiten nog wat? Wie biedt er meer? Ja, dat begint de alcohol in te dalen nu, dus... Het is natuurlijk een hele opgave, dat snappen jullie toch wel. Er moet wel veel geboden worden. Ja, maar Katja... Jongens, er moet wat door de brievenbus nu, anders gaat het hier niet gebeuren. Katja en Ellen gaan zoenen. Gooi door de brievenbus. Goedemiddag. Er moet geld doorheen, echt. Het zal weer raar dat de dames uit de brievenbus komen die er geld voor over hebben. Hoppa, daar gaat gelijk even... Ja. Nou, dat is een goed bedragje hoor. Er komt een tissue binnen. Hebben jullie ons eigenlijk? Nee, maar wacht even, nu zijn we het aan het uitstellen. Jullie hebben nu 300... Even kijken hoeveel... Oké. Ja? Ik start een romantisch muziek. Ja, doe jij een romantisch muziekje, kom. Ik start het telefoon even op. Nederland 3, daar kunnen mensen kijken. Ja, en op nul. Wacht even, jongens, ik moet even mijn videocamera aanzetten. Zo. Maar 300 euro? Hey, er zijn meiden die doen het voor minder, hè? Ja. Zo. Ja, nu jullie klaar zitten. Ja. Is dit het moment? Ja. Dit is het moment, hoor. Ik dacht dat dit even ging bijlichten. Oké. Sorry, ik moest even wat pakken. Ik ga ondertussen, daar gaan ze, Ellen en Katja. Ja, we zijn er klaar voor. Er staan echt 16 camera's op. En nu gaan ze echt zoenen. En ik... Holy shit. En het is met tong, hè? Ja, hoor. Ah, ze hebben de zin. Wat ben ik blij dat het de eerste nacht is en niet nacht 5 dit, hè? Want er was het helemaal volledig mis. Ik moet even mijn rust pakken nu. Sorry, ik moet even mijn rust pakken. Holy shit. Ellen, pak even de microfoon. Zet dat stomme muziekje ook even uit, want we hebben iets voor je wat je misschien best wel heel leuk zou vinden. Want hier is voor jou een gouden plaat. Oh. Ja. Voor de verkoop van meer dan 25.000 exemplaren van het album Durf Jij. Nou, Katja, zou je er niet even feliciteren? Ik zou er zeker even feliciteren. Glaas uit. Nee, dit is mooi zeg. Het ene hoogtepunt na het andere nu al. En we zijn pas net begonnen.